wat denk je ervan? Ze is super zeker, mama. En we oefenen weer een rondje. Klaar! Ga je mee? Op alle avonturen van ik, je bent één. Hier komt de laatste paal voor ons Paddock Paradise. Heb je genoeg, buurvrouw? Nee, je moet nog dieper. Ja? Maak je nou een grapje? Nou, goed mikken. Nou, wat denk je ervan? Super sterk, mama. Ja, je bent super sterk. Mama, nu is Juffie verweerd. Het gaat erg goed. We zijn net begonnen, dus ze stapt. Gaat ze lekker aandraven. Mama belooft je vergoed, want ze doet het natuurlijk hartstikke goed. Gaat ze weer over in draf. Ze gaat lekker over in galop. Oké. En we oefenen weer een rondje. Evina, haar opdracht is nu om te letten op haar handen, duimen omhoog en contact te houden met de mond. En als je er klaar voor bent, mag je aandraven. Andere been. Belonen maar, dat ging hartstikke goed. Goed zo. Oh, je vlechtjes zitten niet meer zo netjes, dus we gaan er even een nieuwe in maken. Aan de slag. Dit is van Kruidvat, een product dat wij gebruiken om de klitten eruit te halen. En hebben we natuurlijk ook nog een kam nodig. Even kijken waar die ligt. Hier. Ik heb er net al even wat gedaan, maar ik moet natuurlijk ook even sprayen. We zullen kijken of het wel lukt. Hier een plastic opeten.
Nu ga ik met de laatste vlechtje mee. Ik hoop dat dit vlechtje de mooiste is, wat mijn paardrijer heeft gezegd. De laatste is de beste. Klaar! Zie mooie vlechtjes. Goedemorgen deze donderdagmorgen. Ik ben weer aangekomen op stal. Het is nog lekker vroeg. Kinderen zijn net naar school toe. De bestelling van, die wij gedaan hebben voor de Paradise, die heeft helaas vertraging. Die zal misschien vanmiddag komen. Maar daarom kunnen Tineke en ik niet gelijk verder met het zetten van de lijnen en de sluitingen. Dus heb ik gevraagd aan Tineke of we misschien lekker eerst een buitenritje kunnen doen. Daar gaan we eerst even van genieten. Eerlijk rustig bosritje zo, op een klein kronkelpaadje. Met Joy voor ons uit. We doen het lekker rustig aan. Voor de moeders die kijken, geen betere start van je ochtend. Wij hadden een mooie trekkerband gekregen, maar hij wordt heel vies van binnen. Even kijken of jullie het goed kunnen zien. Maar er blijft allemaal water in de rand staan. Nu hadden we het idee om allemaal gaten te gaan boren aan de bovenkant. En hem dan om te kiepen op deze pallet. Zodat we er wel hooi in kunnen doen. En dat dan als het regent, dat het water dan uit de band in de aarde loopt. Tineke is al lekker bezig met gaten boren. Gaat eigenlijk beter dan dat we gedacht hadden. Naira vindt het wel interessant. Maar de rest heeft de kont toegekeerd. Die wil er niks mee te maken hebben. Wat zei je, Tineke? Licht. Ja, inderdaad. Wat heb je nou weer bedacht? Oh, stink. Ik ga voor het eerst op Fifa door het bos. En mama gaat er op de fiets naast. Wij zijn in het bos. Fifa is een beetje rustig. Maar het gaat allemaal wel goed. Ja, wat denk je? Zou dat komen omdat jij het ook een beetje spannend vindt? Ja. Ja, hè? Maar dat geeft niet. We gaan het gewoon heel vaak doen totdat je het niet meer spannend vindt. Goed? Ja. Oké. Okay. Ik heb er net op Fifa gedraafd. Nou, het was wel heel bijzonder om te merken. Zo op de terugweg en dan op een gegeven moment komt de ontspanning. En dan zie je dat Fifa haar hoofdje laat zakken. En dat het goed is. Evina werd... Oh, wacht even. Nu ruikt ze stal, denk ik. Maar je merkt ook aan Evina op een gegeven moment dat ze wat meer rust kreeg, wat meer vertrouwen in Fifa. Nou, en dan gaat het ineens heel goed. Knappe pony! Ga je mee?